Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Vroeger had ik een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat? Een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja, maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Moesten vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat zijn metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding konden ze alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterij. Dus vond ik dat een zonde om te gaan spoelen, want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in dat bandje. Dus spoelen. Ging niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen. En dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen. En dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik dan terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen. En met mijn potlood zo terug. Kwam ik er 3 jaar later achter dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit is. Maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die superzware knoppen. Play en rek. Play en rek. Even stil. Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats. Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil. Ik moet het bandje omdraaien. Stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag ik zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien. En verder. Nu natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu gewoon auto-reverse, maar